Het is 7:30 en ik ben al heel lang wakker. Echt al vanaf 6 uur. Nick ging naar de wc. En toen is Pep de trap opgelopen toen hij terug was. Want ik had hem niet helemaal rechtop getrokken, maar half. En dan kan hij er dus blijkbaar gewoon opkomen als hij echt wil. Maar daar lag het niet aan. Ik was gewoon wakker en toen ben ik weer gaan hoesten en hoesten en hoesten. En toen dacht ik, na 10 minuten, ik ga naar beneden, want Nick heeft er last van. Ja, niet dat het heel veel scheelt of ik beneden of boven zit, maar misschien een klein beetje. En toen heb ik nog even gegorgeld met zout water. En het mocht allemaal niet helpen, helpen, helpen. Dus dat is heel irritant. Dus sindsdien zit ik beneden en heb ik me opgemaakt. En een beetje YouTube-filmpjes zitten kijken en doen. En gewoon, ja, relaxed. Ik heb wel op een gegeven moment dan, zeg maar rond een uurtje of 6:30, dan denk je, oh, ik ben nu toch wel weer moe. En dan, ja, toen werd het hoesten wat minder. Ik denk, oh, zal ik nog even? En ik, ja, dan kan ik echt een half uurtje slapen. En daar word ik alleen maar moeier van. Ik ken mezelf. Als ik dan een half uurtje ga slapen, dan is het alleen maar zwaarder. Dan word je daarna wakker en dan denk je, oh, ik ben zo moe. En nu denk ik gewoon, oké, ik had wel iets langer willen slapen, maar hé, we gaan zo aan het werk en de dag gaat beginnen. En Pep is lekker druk en lekker knuffelig en cute. Dus ik ga zo even een broodje smeren voor op het werk. En nou ja, dan moet ik van 8 tot 1 werken en daarna ga ik alle pizzaretten aankopen, inkopen, aankopen, inkopen, inkopen. Doen, want vanavond komt mijn broer pizzaretten. Dus dat is heel gezellig. En dat is de eerste keer dat we het ook gaan doen. Ik heb hem voor mijn verjaardag gehad, dat hebben jullie misschien gezien. En dit is mijn oudste broer. Ik heb hem van mijn middelste broer gekregen, maar mijn oudste broer komt het nu doen. Dus ik moet even lekkere dingen halen. Maar het is heel lastig, want dan zit ik na te denken van ja, je hebt standaard dingen voor op de pizza. Ham, salami, ananas, kaas, tomaat. Maar ik denk, ja, ik wil ook nog wel wat dingen halen. Weet ik veel wat iemand op een pasta, op een pizza doet. Bijvoorbeeld Nick, die neemt altijd pizza. Hoi, met ei. Pizza met ei. En dan denk ik van, ja, joh, je bent lief. Maar ja, doen anderen dat ook? En kan dat überhaupt bij zo'n klein pizzaatje, weet je wel? Dus, nou ja, ik ga gewoon de supermarkt doorlopen en dan kijk ik wat ik tegenkom en dat haal ik. En nou, dan ga ik alles klaarmaken, want het zal heel veel snijwerk zijn. Maar ik vind het wel heel leuk en ik weet van de vorige keer dat het heel lekker was. Alleen toen heeft mijn moeder alles klaargemaakt en nu moet ik de saus en het deeg en zo ook zelf maken. Maar je hebt ook van die standaard pakketten dat het deeg er al in zit. Dan moet ik alleen eventjes van het werk zo'n stekeringetje meenemen, zodat ik het kan uitsteken. En ik heb geen deegroller en die heb ik denk ik wel nodig. Maar ja, als ik iets ronds heb of zo, dan kan ik die ook als deegroller gebruiken, toch? Ja, weet ik niet. Dus dan moet ik allemaal nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar daar heb ik de hele rest van de middag voor. Dus dat is heel relaxed. En ik denk dat ik gewoon lekker een lunchje voor mezelf ga halen dan. En dan, ja, vanavond gezellig pizzaretten. Wel relaxed. En verder, 's middags, moet ik nog eventjes artikeltje afmaken en controleren. En dan online zetten. En ja, dat was het eigenlijk. Ik heb de vrijdagvideo nog niet. Maar ik denk dat ik dat gewoon vrijdagochtend ga doen. Want het is namelijk de everyday make-up look. Zoiets als dit, alleen dan met eyeliner. Dus dat ga ik dan vrijdagochtend doen. En die ga ik dan gelijk bewerken. En die komt dan gelijk online. Gewoon relaxed. Maar ja, ik ga nu eventjes nog eyeliner opdoen. Dan ga ik mijn blouseje strijken. En een broek aantrekken. En dan gaan we aan het werk. On my bike to work. Ik heb nog 6 minuten, dus op zich is 2 minuten fietsen, maar ik moet wel even doortrappen. Moest ik nou op de fiets? Ik zit op de fiets en ik ben net naar de supermarkt geweest en het is echt klote weer. Dus het regent nu heel zacht, dus ik ga nu zorgen dat ik een beetje doorfiets. Op de weg naar de supermarkt was ik ook al nat en ik wil nu niet weer nat worden. Gelukkig hoef ik zo meteen nergens meer heen, want het is een dag om lekker thuis op de bank Netflix te kijken.
even een snel overzichtje van wat ik allemaal voor de pizza heb gekocht. Ik heb voor erop champignons, ham, salami, tomaatjes, ui, paprika. Dit zijn dus de deegrollen, zeg maar. Die kun je gewoon uitrollen en daar zit al saus bij. Tonijn voor de zus van Nick. We gaan dit namelijk zaterdagavond weer doen. Dus die tonijn gebruik ik vanavond denk ik niet. Olijven voor erop. Kaas natuurlijk, ook mozzarella. En daarnaast maak ik nog gewoon sla met ook lekker tomaatjes, komkommer, pijnboompitjes. En dat is een beetje het overzicht voor vanavond. Wat een spullen heb je daarvoor nodig, zeg. En dan gewoon nog voor de heb boter, filet americain, broodjes en nog een komkommertje. Dus dat wordt wel een succes, denk ik. Eerst even lekker sla voor mezelf en niet voor Pep. Met natuurlijk Netflix. Lekker lunchje voordat al het hak- en snijwerk kan beginnen. Sophie doet een poging om te eten. Die kat is echt vreselijk. Echt niet normaal. Elke hap die ik in mijn mond steek zit hij te kijken. Ja. Ja. Ik ben dus bezig met de pizza deeg en het is echt een rotklus. Het is echt niet leuk. Het gaat ook helemaal niet goed. En ik had dat zo slim in gedachten. En het gaat helemaal mis. En ik moet nog zoveel doen. En Nick is gewoon sporten. En ik had zijn hulp eigenlijk best wel kunnen gebruiken. Ja, dat had ik vooraf ook niet zo gerealiseerd. Maar wacht, ik zal het even laten zien. Kijk, je koopt dus een opgerold deeg. Dat kun je dan heel makkelijk uitrollen. En normaal gesproken zo gebruiken. Alleen de pizzeretten zijn dus kleine rondjes. Dus ik had deze van het werk meegenomen. En ik dacht, dan haal ik ze er zo uit. Zo. Maar ja, dan kun je er dus maar 4 uit één ding halen. Dus ik heb de rest helemaal weer plat zitten rollen en eruit te halen. Maar ja, dan krijg je dus echt van die vreselijk misvormde dunne dingen. Nou ja, dit is toch geen pizza, jongen. Dit is toch echt... Oh, dit is echt vreselijk. Dus ik heb besloten om er een vierkante pizza te gaan maken. Dat is veel makkelijker. Dan doe ik het gewoon, snij ik het zo gewoon in reepjes. En ja, vierkante pizza's maken hetzelfde toch? Ja, echt hoor. Want dit wordt zo lelijk. Kijk nou. Oh, vooral deze. Dit is de laatste. Die is echt onwijs mislukt. Oké, nieuwe aanpak. En ik ga lekker slapen. We hebben het echt super leuk gehad. En dat pizzeretten, jongen, dat is echt helemaal het einde. Ik vind echt, gourmetten mag gewoon niet meer voortaan doen we pizzeretten. Want het is super lekker. En ik had gewoon van, nou ja, jullie hebben het gezien, van die Tante Fanny. Kun je gewoon bij de Jumbo kopen. Is kant-en-klaar deeg. Hoef je alleen nog maar, rondjes uit. Het bleek dus uiteindelijk dat in de doos zit een pasvorm voor die rondjes. En als je die op die deegplaat legt, dan haal je er 7 uit. En met het overhoudende deeg kun je dan eventueel nog een pizza maken. Dus dan haal je er 8 uit één verpakking. En het is zo lekker. Echt zo lekker. Het is 100 keer lekkerder dan een pizza die je gewoon bij de supermarkt koopt en in de oven schuift. Echt waard. Echt een wereld van verschil. En het duurt 5 minuutjes, is je pizza klaar. De eerste duurt misschien 10, omdat hij dan nog een beetje aan het opwarmen is. Maar de tweede is echt 5 minuutjes en het is zo lekker. Ik heb er echt zo van genoten. Ik heb er geloof ik 6 of 7 op. Dat durf ik niet meer helemaal te zeggen, maar echt super lekker. En je kan nog opdoen wat je wil. Ieder pizza is ook anders, weet je. En daarom word je volgens mij niet zat. Want ik heb wel dat als we dan pizza gaan eten gewoon, dan heb je zo'n mega pizza. Maar dan ja, halverwege denk je eigenlijk, boeg. En die smaak een beetje zat. Maar deze pizza's smaken allemaal anders. Waardoor je het niet zo snel zat wordt. Nou, ik vind het echt een succes. Ik ben echt blij dat we het zaterdag gewoon weer gaan doen. Alleen is dus niks overgebleven. Ik heb alle 3 de rollen nodig gehad. Terwijl ik had er maar 2 deegrollen klaargemaakt. En qua groente alles op. En het enige wat we nog hebben is ham, champignons en ui. Dus ik moet wel weer wat nieuwe dingen gaan kopen. Want uiteindelijk komt niet alleen de zus van Nick, maar hij heeft zijn moeder en vriend ook uitgenodigd. En we hebben maar 4 avondeetstoelen en er komen nu 5 mensen. Dus dat wordt ook nog dat ik echt denk, oké.
Maar een zorg voor later. Ik ga nu lekker slapen. Ik ga nog even gorgelen met zout. In de hoop dat ik dan vandaag niet ga hoesten en gewoon in één keer doorslaap. En morgen is een chill dag, want mijn broer vertelde dus vanavond dat er 4 opstormen morgenavond en dat is veel te veel. Dus ik mag morgenavond vrij. Aan de ene kant relaxed, aan de andere kant niet. Ik probeer altijd 20 uur in de week te werken en dat lukt dus nu niet. Maar ja, we gaan het wel zien. Wel rusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Goedemorgen. Pep en ik zijn wakker en we zitten lekker te knuffelen. Terwijl we aan een nieuwe serie zijn begonnen. Ja, het leven is nog steeds zo relaxed dat ik een nieuwe serie kan beginnen. Terwijl ik eigenlijk keihard aan het afstuderen zou moeten zijn. Waarom?